Drie barrels, lieve mensen. Vandaag gaan we ze helemaal laten shinen weer. Want dat is natuurlijk het eerste wat je doet als je een hele oude, rottige auto gekocht hebt. Lekker poetsen, lekker, maar dat er echt weer wat moois onder tevoorschijn komt. En volgens mij moet dat best kunnen. En dat doen we niet zelf. Ja, we doen het wel zelf. Maar doen we onder leiding van Thomas Linders van Linders Car Care in Helmond. Een oude bekende van de show. En ja, Thomas weet alles van auto's helemaal mooi maken en poetsen. Want Thomas doet normaal klassiekers en supercars. En vandaag doe jij super cheap cars, Thomas. Ja, zeker. Leg jij eens maar eens uit wat we met deze auto moeten doen. Alleen het klein probleempje, Marco is er nog niet. Dus wij gaan vast gewoon beginnen. En ik hoop dat Marco een file heeft gehad die er niet is. Nou Thomas, jij weet er alles van. We gaan ieder aan onze eigen auto werken. Maar niet voordat jij uitlegt. Loop er meteen gewoon met ons allemaal omheen. En kijk wat er aan moet gebeuren. Wat kun je aan deze auto nou makkelijk in een dagje verbeteren. Dat hij weer helemaal stralend uitziet. Dan gaan we dat samen doen. Maar we beginnen er eens even mee. Kom eens eerst van die auto af. Want dit doen we dus niet, hè? Ik begin met de ramen te poetsen. Ja Thomas, ik begin lekker bij mezelf. Zo ben ik. Ja. En bij mijn eigen auto in dit geval. En nou, ik heb hem door de wasstraat gehaald. Dan werkt het sneller. Kun je zien, hè? Mooi, ja, hè? Ja, ja. Er zit een paarse gloed overheen. Ja, een mooi ding, hoor, dit. Zeker, ja. Ja. Zo maken ze tegenwoordig niet meer. Nee. Maar goed, ook. Ja. Nee, maar dingen die me opvallen. Kijk, hier. Ja. Dit is... Ja, het lijkt wel... Ring. Mensen die veel ringen gehad hebben. Of, ja, maar iemand die met zijn andere ring dan hier. Ja. Die zit ook nog in die plek. Handtas. Is dat eruit te werken of te poetsen of is dat te diep? Het ziet er wel ernstig uit, maar we kunnen licht kijken hoe ver we komen. Oké. Ja, nou verder is het verder vrij goed allemaal. Ik heb aan de andere kant wat kleine schades, maar dat is ook een schade. Ja, nou zie ik hier. Kijk, je bent door de wasstraat gereden. Alleen hier komt de wasstraat natuurlijk nooit. Nee. Dus misschien dat we dit ook even schoon kunnen maken. En belangrijk is, bij die cabrio, hier lopen altijd gootjes. Ja. En zo te zien zitten deze ook al helemaal verstopt. En dan gaat hij op een gegeven moment naar binnen lekken. Ja. Als hij dat niet al doet. Ja. Dus als we dat ook even schoonmaken, dan zetten we voor jou even het puntje op de i. Ja, en het belangrijkste is het interieur. Ik bedoel, daar zit ik de hele dag in. Ja. En, weet je, het is allemaal op zich niet heel slecht. Ja, het is mooi leer. Die stoel daar, aan de andere kant, daar heeft iemand opgezeten en die is dood gegaan. Die is 3 maanden later gevonden. Ja. Er zit een hele rare vlek in. Ik denk niet dat je dat kunt redden. Nee. Ik denk dat je toch wel een andere stoel bij de sloop moeten halen. Die is aan die andere kant ook al helemaal kapot. Hè? Dus dat wordt sowieso... Ja, precies. Dat is niet veel soeps meer. Nee. Dus daar moet ook even doorheen lopen. Ja, dat die crackles in het leer, dat vind ik alleen maar retro. Dat zit een oude Rolls Royce ook. En noemen ze patina. Ja, precies. En ik denk dat ik dat eraan moet gaan doen. Hè? En die jerrycan olie achterin, die is voor alle zekerheid? Je weet maar nooit, toch? Dat is waar. Oké, nou dan gaan we aan de slag. Ja. Ja, Thomas. Hoe krijg je het gevonden? Hoe krijg ik het gevonden? Ja, en hoe krijg je dit weer rood? Nou, dat ga ik jou dadelijk laten zien, want ik... Ik zie er wel potentie in, dus ik denk wel dat we er iets moois van kunnen maken. Hier kun jij nog wel iets mee. Ja, dus ik heb een voorstel. Als we nou de helft doen en dan de helft voor de toekomstige koper is. Dat lijkt me een goede deal. Ja? Doe ik dan ook de helft van het werk en jij de andere helft? Ja, ik zal zeggen hoe dat moet en dan hou ik jou wel in de gaten. Oké. Geef ik je hier een rolletje tape. Kan je mooi de helft afplakken, dan weten we in welk gebied we gaan werken dadelijk. Nou, ik ben heel benieuwd, want dit is echt wel behoorlijk verschoten, toch? Ja, klopt. Alleen, we hebben hier wel de juiste spullen voor. Ja. Alleen het is buiten veel te warm om te werken. En dat doen we sowieso nooit buiten, dus we zetten hem even binnen. Ja. Laten hem even afkoelen en dan gaan we vol aan de slag. Kan ik al wel vast beginnen met tapen? Dat kan je wel doen, ja, zeker. Oké. Okay. Wacht, dan trek hem even naar achteren. Ja. Even Timmermans oogie. Oh. Ja. Precies in 1 keer goed. Hey, daar is Marco. Spuit 11. Die komt ook nog eens een keertje kijken. Hey, goedemorgen. Ik had Marco verwacht eigenlijk. Ja, nee, ik... Maar leuk dat je bent hoor. Ja, nee, ik heb een brief van Marco en die is ziek. Dus ik moest invallen, maar die zegt het wordt een hele leuke dag. Dus jij kan het doen. Dus ik denk, we gaan vandaag het circuit op met de barrels. We gaan poetsen, jongen. Oh, poetsen, dat vindt Marco. Oh, ik zal die gewoon nog eens invallen. Hij weet wat hij delegeert. Nou, mooi. Goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Nou, ik ben er mooi ingeluisterd voor vandaag, zeg maar, van iets leuks doen. Ja. Nou, heb ik de indruk dat ik misschien nog wel een beetje goed er vanaf kom, of niet? Ik denk dat jij degene bent die het minste werk heeft vandaag. Kijk. Daar heb je geluk mee. Ik moet wel zeggen, de manier waarop je die sticker geplakt hebt,
Dat verdient niet de schoonheidsprijs. Ja. Maar oké, het zal wel met de tijd te maken hebben. Er vallen mij twee dingen eigenlijk op. Dat stuur, dat is zo vet, daar kan je een ei op bakken. En jouw kentekenplaat achter valt er steeds af. Ik denk als we die dingetjes even doen, dan kan je naar jouw collega's kijken hoe die aan het werk zijn. Lijkt me een goed plan. Gaan we beginnen. Gaan we naar gang. Is het eigenlijk de bedoeling dat je wat op het stuur nevelt, zeg maar. Mm-hmm. En dan met de borstel borstelt en hier in die hoekjes. En dan droog maakt met het doek. Vertel mij, jij bent chef van lijst. Ja, nou, de mooie matte auto gaan we weer glanzend maken. Ja. Dus we gaan een paar simpele stappen gaan we er lopen om hem weer picobello eruit te laten zien. Show me! Ja. Okay, dan pakken we een wat grovere polijspet. En een lekkere grove polijspasta. We beginnen grof. Ja. Ja, kan die wel gebruiken. Vind je? Ja, een beetje. Ja. Maar zie je ook snel het verschil. Nou, als je dit even doortrekt naar achter, dan... ja. Dus, hey, maar, ja, wauw. Dit is even met één... Ja, dus er zijn grote halen snel rondje eroverheen. Ja. Ja, hier valt winst te behalen. Ja, 100%. Dus je begint grof en ja, dan... en dan daarna doen we het wel afbouwen naar een wat fijnere en uiteindelijk mooie wax erop. Zodat je ook blijft glanzen. Ja. Want anders heb je volgende week weer een mooie matte krans. Ja, dan sta ik hier weer. Ja. Ja. Oké. Okay. Zal ik zelf eens een poging wagen? Ja. Zo, dat ziet er stukken beter uit. Marco, bedankt hè. Zo gaat het allemaal jongens. Ja, lekker. Ja. Nou, mijn stuur en mijn roofkat zijn schoon, dus ik ga er vandoor. Ja, het is dus lekker weer voor een kort dagje. Dankjewel. Hey Thijs, ik weet als ik hem te koop ga zetten, welke kant ik... Dan moet je deze kant fotograferen. Ja, jeemig, ja, ja. Man, wat een... Dat is dan niet normaal. In kort resultaat kun je dus veel glans behalen. Want we hebben hem dus gepolijst. Eerst grof, daarna ben jij er nog overheen gegaan. Ja, daarna heb ik hem nog machinaal nagepolijst met een wax. Ja. Dan hou je ook wat langer de glans. Ja. Niet een eeuwigheid, maar wel de bergel. Als hij het vandaag maar volhoudt, precies, vind ik, precies. Vind ik mooi. Hey, maar wat doen we met plastic? Ja, want dit is natuurlijk geen gezicht zo. Nee, en achter hebben wij natuurlijk, helemaal ja, achter is, ja. En de strips en de spiegels en de banden. Daar hebben wij natuurlijk ook mooie spullen voor. Dus, nee, iets waar wel blijft zitten. Okay. Ja, zo'n auto die al een heel leven achter de rug heeft, daar is er van alles in gebeurd. Ik had het al over dat lijk wat hier gezeten heeft waarschijnlijk en allerlei andere dingen waar je niet over wil nadenken.
En ik ben nogal gauw vies van mensen en dan helemaal van dit soort dingen. Dus hij moet echt helemaal gesteriliseerd worden. En daar hebben we deze prachtige ozongenerator voor. Die gaat hier in de auto staan en die gaat 3,5 uur lang staan zoomen. En dan is alles wat vies en organisch is, is dan dood, weg en verdwenen. En dan ruikt je helemaal fris. En ik heb als klap op de vuurpan nog iets heel speciaals om dan helemaal af te maken. Okay. Soms is de tekst of verpakking leuker dan wat erin zit, maar in dit geval is het allebei even leuk. Het is Chemical Guys, die hebben die stripper scent gemaakt en die auto die ruikt straks naar stripdanseressen. En wie wil nou niet dat zijn auto van binnen ruikt naar stripdanseressen? Ja, dit is de eerste Barrelbrigade in 10 jaar tijd die niet in de shredder eindigt, maar in de showroom. Thomas wil ze niet meer kwijt en hij heeft ze in zijn eigen showroom gezet om ze te verkopen. Nee, onzin natuurlijk. We hebben drie prachtige auto's aan het eind van deze dag, waarvan de eentje helaas eerder weg moest door omstandigheden die ik uitgelegd heb. En twee staan hier nog te shine. Ik kan je garanderen, die Jaguar zag er prachtig uit en ziet er nog prachtiger uit. En van deze auto's, ja, oordeel zelf. Nee. Beter, oordeel Thomas. Ja, nou ja, die Jaguar die is dus inderdaad al weg. Heeft het ook het makkelijkst gehad. Hij krijgt 1 puntje voor de moeite, mijn inziens. Hij heeft toch wel iets gedaan. Dus en als ik dan naar jouw Renault kijk, ben je echt druk bezig geweest. Je hebt geen moment losgelaten om er iets aan te doen. Dus mijn complimenten. Het is niet helemaal misschien geworden wat je voor ogen had. Maar hij ziet er wel een stuk frisser uit. Sponningen zijn er ook mooi schoon. Dus goed gedaan. Ik vind het niet meer staan in jouw showroom. Nee, ja. Ja, je mag eerlijk zijn. Ik denk er nog even over. Maar ik ben niet zo heel scheutig met mijn punten, maar 5 punten vind ik het wel waard. Ik begrijp het, want ik weet wat je nu gaat zeggen. Ja, nou ja, de echte harde werker staat hier. Kijk. Het zweet stond op zijn voorhoofd. Goed, hè? Ik denk dat je vandaag ook iets bij hebt geleerd. Nou, absoluut, ja. Dus, hij misstaat niet tussen de rest van de glimmers hier. Nee, precies. Nou, en ik vraag me af wie nog ooit de andere helft gaat doen. Mocht ooit iemand hem nog kopen en zich geen raad weten, nou... Komt terug bij Thomas voor de tweede helft. Ja. Dus weer plastic mooi gemaakt, mooi gepolijst. Hoe lang blijft dit goed, denk je, Thomas? Nou ja. Ja, heb je hem ook nog gewaxt? Ja, toch geloof ik. Ja, ook nog. Dan nog wel iets langer, maar geen jaren. Dus ik kan er geen echte voorspelling op geven. Ik denk als deze sticker eraf gaat, dat je ook wel... Dan heb je een heel bijzonder motief. Ja, precies. Dat gaan we later uitvinden. Desalniettemin, ja, denk ik toch dat je wel als winnaar uit de bus komt met 10 punten, denk ik. Ja, 10 punten. Nou, dat vind ik ook, al zeg ik het zelf. Dankjewel. Nou, absoluut verdiend dus. Maar ja, nu zijn ze mooi, nu zijn ze schoon, nu zien ze er prachtig uit. Maar straks, volgende week, worden de jongens van de mannen gescheiden. Want dan gaan we naar Joep en die gaat ze op brug zetten. En dan gaan we zien wat er onder die mooie huid plaatsvindt.